Bij ZV Angela, boer Geert is niet eerlijk geweest. Geert en Angela waren een van de spraakmakendste koppels uit het afgelopen seizoen van Boer Zoekt Vrouw. Al tijdens de citytrip sprak Angela haar twijfels uit over de intenties van Geert. Toch was de schok groot toen de Brabantse boer aangaf dat hij geen toekomst voor hen beiden zag. In een openhartig interview met de Telegraaf blikt Angela terug op haar deelname aan BZV. En daaruit blijkt dat er nog veel oud zeer zit tussen de voormalige geliefden. Angela verwijt boer Geert vooral dat hij volgens haar geen open kaart heeft gespeeld. Ik hou van open en eerlijke personen en Geert is niet eerlijk geweest. Hij had na het vertrek van Vera beter kunnen zeggen, Angela, je bent nu als laatste over, maar we gaan niet op citytrip. Ook na het ongemakkelijke stedentripje bleef de sfeer kil tussen het voormalige BZV-koppel. Op Schiphol liep hij weg zonder nog wat te zeggen, verklapt Angela. Confronteren. Ondanks de bittere nasmaak, heeft Angela geen spijt aan haar deelname aan Boer Zoekt Vrouw. Wel zou de alleenstaande moeder het de volgende keer wel iets anders aanpakken. Nu ik eindelijk de afleveringen terug heb durven kijken, baal ik enorm van mezelf. Punt. Ik had hem moeten confronteren met mijn gevoelens en gedachten. Het complete interview met Angela uit BZV is te lezen via de website van de Telegraaf.